Verwerk je btw-privégebruik goed in je btw-aangifte. Als je goederen of diensten zakelijk koopt, maar deze ook privé gebruikt, dan krijg je te maken met een btw-privécorrectie. Een voorbeeld is een laptop die je zakelijk aanschaft, maar ook gedeeltelijk privé gebruikt. De btw op dit privégebruik mag je dan niet aftrekken. Dit is dan de btw-privécorrectie. Een voorbeeld. Stel dat je een laptop zakelijk aanschaft voor 1000 euro plus 21% btw, dat is 210 euro aan btw. Deze laptop gebruik je 20% privé. De btw op de laptop kun je dan op drie verschillende manieren verwerken. 1. Je vraagt 80% van de 210 euro btw terug in de eerstvolgende aangifte, dus alleen het zakelijk gedeelte. Of je vraagt 100% van de 210 euro btw terug in de eerstvolgende btw-aangifte. En je doet een btw-privécorrectie van 20% van de btw, het privégebruik, in de laatste aangifte van het jaar. Of de derde optie, je verwerkt de laptop geheel als privé-investering en vraagt helemaal geen btw terug. Dit en nog veel meer komt allemaal aan bod tijdens het online college btw-aangifte op 10 januari 2024. Dus zorg dat je erbij bent en je hebt direct een stok achter de deur om je btw-aangifte van het vierde kwartaal 2023 op tijd in te dienen. Meer informatie en direct aanmelden kan natuurlijk via thehappyfinancial.com/onlinecollege.